Hallo, eh, goed dat je weer kijkt. Mijn naam is meneer Ruitenberg. Ik eh, besloot om ook vier Mavo programma op YouTube te zetten. Dat is de examenklasse. Geldt natuurlijk ook voor 4GT en 4TL. Dat zijn eh, dezelfde niveaus. Ik um, wilde beginnen gewoon bij het eerste hoofdstuk, zo stuk 9. Het gaat ook over elektriciteit. En we beginnen bij, uh, bij weerstand. Dat is een nieuw begrip. En met deze les probeer ik je dat wat beter te laten begrijpen. Net als wat andere zaken. Dit zijn de doelen van deze les. Daar heb ik mijn lessen aan voorbereid. Aan de hand van deze doelen. Ik zal ze niet uh, laten lezen allemaal, want dat is best wel veel werk. En ik start deze les meestal met een demootje in het lokaal. Nou, we zijn niet in het lokaal, dus dat kan niet. Maar ik kan het wel doen via een simulatie. Dus die had ik er al een beetje voor gezet. En um, dit had ik al in elkaar gedrukt, dus niet zoveel werk. Ik voel nog even een draadje toe. We hebben natuurlijk een batterij. We hebben hier nog een draadje. Nog een draadje. Hoppakeetje. Zo. Die wil ik even naar beneden toe. Ik wil ook nog een stroommeter toevoegen. Hier staat current. Dat is Engels voor stroom. En ik wil een lampje wel ergens toevoegen. Zo. En dan wil ik eigenlijk nog dat nieuwe componentje toevoegen. Waar de, de naam van de paragraaf ook naar is. En dat noemen ze een resistor, maar dat is in het Nederlands een weerstand. Kijk, als ik dat allemaal zo aansluit. en ik maak de stroomkring gesloten, er zit geen gat meer in. dan gaat de boel stromen. Het lampje gaat branden. En hier staat dus een weerstand. Dit componentje heet een weerstand. En het lastige is, hij heeft ook een weerstand. Elk soort heeft zijn eigen weerstand. Dus je kunt verschillende pakken en die kun je uh, op dezelfde plek zetten. En dan is die beter of slechter in het tegenhouden van de stroom. Ik kan hem hier gelukkig gewoon heel makkelijk aanpassen, dus ik hoef hem niet te verwisselen. En ik kan de weerstandwaarde, die kan ik groter maken. Als ik hem groter maak, je ziet het eigenlijk al gebeuren. Ten eerste bij de stroommeter en ten tweede ook bij het lampje. Het lampje gaat minder fel branden. De stroommeter laat ook zien dat de stroomsterkte minder groot is geworden. En de blauwe bolletjes bewegen ook minder snel. Dus hoe groter de weerstand van de weerstand, hoe minder stroom er stroomt. Ik kan ook de andere kant op, dus dan maakt de weerstand steeds kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. En als ik hem op zijn kleinst zet, dan zie je dat de stroomsterkte op zijn hoogst is. Geen weerstand is eigenlijk 0 ohms. Ik zal zo ook op de eenheid komen. Uh, geen weerstand is eigenlijk precies hetzelfde als gewoon een draadje. Kijk maar, dit is ook 0,9. Draadjes hebben dus eigenlijk geen weerstand. Dan gaat de stroom doorheen zonder moeite. Terwijl zo'n apparaat, zoals bijvoorbeeld een lamp, die heeft wel een weerstand. Want als ik die zou weghalen, kijk, dan gebeurt er wat anders. Dan vliegt gelijk de boel in de brand. Dan hebben we kortsluiting. Dan hebben we de plus en de min direct op elkaar aangesloten. Dus een lampje of... Een vaatwasser of een waterkoker, die houden de stroom ook een beetje tegen. Die hebben ook een weerstand. Dus alle elektronische apparaten hebben een weerstand. Soms is het zo dat de weerstand van het apparaatje wat je hebt aangesloten zo klein is. Laten we hem even op uh, 0,5 zetten. Kijk, hij gaat hier de boel uh, gaat crashen. De uh, boel verlicht in de brand. Ik heb een lampje aangesloten. En de weerstand van dat lampje is zo klein dat de stroomsterkte te groot wordt. En dat is wanneer het blokje weerstand van toepassing is. Want die kun je er dan voorzetten. In serie bedoelen we daarmee. In serie zetten met het apparaat. Met het lampje bijvoorbeeld. En dan gaat hij niet stuk. En dan kan je hiermee een beetje de goede uitkiezen. Zodat het lampje zo hard brandt als dat jij wilt. Dus schuif hem even ietsje sneller. Bijvoorbeeld zet je hem op, uh, dan kies je een weerstand uit. Een blokje van 4. Ohm, en dan heb je het gewenste effect. Ik heb van alles gezegd, laten we het even samenvatten. Ik um, start de PowerPoint weer even op. Voor mij ja, werkt het allemaal weer. Dus de draden hebben een verwaarloosbare weerstand. Als je het in je eigen woorden kan opschrijven, is het alleen maar beter. Hè? Dus draden gaat de het, gaat het stroom zonder moeite erin. Apparaten hebben wel weerstand, dus die houden stroom tegen. Bijvoorbeeld een lampje. Er bestaan ook blokjes, die je straks zag. Die. Weerstand heten. Dus ik pak even een weerstand uit de La. Ja, en die doet niet veel anders dan de stroom afremmen. Dat is een enige functie. En die kun je dus gebruiken om ervoor te zorgen dat je de stroom genoeg afremt, zodat het apparaatje wat ernaast staat niet stuk gaat. Daarvoor moet je het in serie schakelen met dat apparaatje. Oké. Okay, um als het te snel gaat, zet je hem even op pauze. Gaan we nu door? Want we moeten ook de weerstand kunnen uitrekenen. Dus over het algemeen staat het er gewoon op. Maar soms dan ja, kun je er niet bij omdat het uh, in, een, uh, in een behuizing zit van een apparaat. En dan wil je er misschien toch achter komen. Nou, dan moet je een paar dingen weten. Je moet namelijk de spanning en de stroomsterkte dan meten. Dus dan ga je de spanning meten en de stroomsterkte. En als je die twee waarden hebt, dan kan je de weerstand bepalen. De weerstand kun je dus uitrekenen door de spanning te delen door de stroomsterkte. Bij natuurkunde hebben we niet zoveel zin in um, veel woorden opschrijven, dus dit korten we af met letters. We gebruiken voor weerstand de letter R. Dat komt van resistance. Dat is ook met een R. Of resistor, dat mag ook nog. Spanning, dat was de letter U, dat heb je al een keer gehoord. En stroomsterkte is de letter I. Het is belangrijk dat je die um, aan elkaar koppelt. Dus dat je dat weet, dat U voor spanning staat en I voor stroomsterkte en R voor weerstand. Want zometeen ga ik alleen nog maar deze letters gebruiken. Dan zijn we sneller klaar en is het ook overzichtelijker. Um, vind je het nou moeilijk om die uit elkaar te houden en denk je, daar ga ik moeite mee hebben, dan raad ik je aan om een tabelletje over te nemen en ze daar allemaal in te zetten. Dan hou je het... Georganiseerd voor jezelf. En dan kan je er later ook weer terugkijken. als je het eventjes niet meer weet bij het maken van de vragen. Sommigen van jullie die weten misschien ook al dat zo'n soort tabel. ook in je BINAS staat. Alleen dan staan er ook nog 35 andere dingen tussendoor. En dat maakt het zoeken zo moeilijk. En daar heet het dan ook trouwens elektrische weerstand. Is hetzelfde als weerstand. Um, dus ik raad je aan om voor nu deze te gebruiken. En dan kan je verderop in het jaar. altijd nog wel in die BINAS terugzoeken. Maar het is fijn om. Eerst even het goed in je hoofd hebben zitten. Het helpt als je het mij vraagt. Oké. Okay. Um, we gaan dus de weerstand van een weerstand meten. En we hadden nodig de spanning erover en de stroomsterkte erdoor. Ik heb hier een batterij. Ik heb ook de weerstand getekend. Die ziet er zo uit. Dat is een, uh, een rechthoek. Dat is het symbool van een weerstand. En ik heb twee openingen. Ik heb hier een opening en hier een opening. En nu is even de vraag: hoe ga ik de spanning meten en hoe de stroom? Nou, daar, is een, daar heb ik een ezelsbrugje voor bedacht, omdat leerlingen dit heel moeilijk vinden om te onthouden. Als je spanning ervaart, dan bijvoorbeeld als er uh, iemand in je huis inbreekt of zo, dan ga je heel voorzichtig lopen, dan ga je op je tenen lopen. En als je op je tenen loopt, dan stap je misschien wel ergens overheen. Je ervaart spanning, je bent heel voorzichtig met tiptoeën, je. Stapt ergens overheen. Spanning meet je ook ergens overheen. Dus een spanningsmeter. Die moet je hier plaatsen. Eén voet aan de ene kant. En de andere voet aan de andere kant. Het zijn natuurlijk geen voeten. Dat zijn draadjes. Maar die willen het verschil weten. Wat is het verschil tussen de ene kant en de andere kant? Dus daar komt je spanningsmeter. En je stroommeter komt op de andere plek. Die ziet er bijvoorbeeld zo uit. Dus die heb je aangesloten. Dan moet je hem goed aflezen. Denk er even om dat hij in de 0,5 zit. Dat betekent dat dit niet 5 moet zijn, maar 0,5. Dat moet je in je hoofd onthouden. Of in ieder geval begrijpen. Hij zit hier tussen de 0,1 dus en de 0,2. Hij zit precies halverwege, dus dan is het antwoord dat de stroomsterkte groot is. Uh, we zullen hem eens doen. Uh, laten we hem even zo doen. De stroomsterkte, hoe groot is die? Er is 1,15 ampère. En dan kunnen we ook de spanningsmeter aflezen. Probeer het eerst eens even zelf. Het juiste antwoord is 6 volt. Hij zit namelijk in de 15. Dat betekent dat je die onderste rij moet gebruiken. En dan zit hij bij het getal 6. Dus de spanning, dat is de letter U, is 6 volt. En wat willen we weten? We wilden weten wat de weerstand is. De weerstand is gevraagd. Wat is dan de formule die we daarbij kunnen gebruiken? Daar kan je ook terugbladeren in je aantekeningen of... Kijk in je binas. De formule die je kunt gebruiken waar al deze drie letters in zitten, is R is U gedeeld door I. Dan kun je hem gaan invullen. Dus R is in dit geval 6 gedeeld door 0,15. En daar komt dan een antwoord uit. Even nadenken. Dat zal iets van 4, 40 denk ik. Ja, maar wel. 40 aan weerstand. En de eenheid is dit rare tekentje. Een soort hoefwijzer. Ohm, zo spreek je het uit. 40 ohm. De weerstand van deze weerstand is 40 ohm. Hoe zijn we erachter gekomen? We hebben de stroom gemeten, we hebben de spanning gemeten, we hebben goed aangesloten, formule toegepast en uitgerekend. Um, als je nou meerdere metingen aan één weerstand gaat doen en je komt erachter dat de waarde altijd hetzelfde is, dus je zet je spanningsbron een keer op uh, 10 volt, een keer op 3 volt, een keer op 20 volt. En dan is elke keer hetzelfde, er komt elke keer 40 uit. Dan spreek je van een Oomse weerstand. We zeggen dan ook: de wet van Oom geldt. De wet van Oom is geldig voor die weerstand. Dus de wet van de Oom die geldt voor die weerstand. Waarom? Omdat hij net elke keer hetzelfde is. Stel, hij verandert elke keer, ja, dan is hij misschien kapot en dan moet je hem gewoon weggooien. Dat is helemaal niet handig. Dus een Ohmse weerstand is een weerstand die blijft constant ongeacht de spanning erop of de temperatuur ervan. Dat moet je weten. Je moet weten wat een Ohmse weerstand is. Hoe ziet dat eruit in een UI-diagram? Een Diagram, dat is zo'n ding. En dan heb je natuurlijk een lijn, dus of zo, of zo, of zo. Je kunt een oomse weerstand herkennen. Ten eerste kunnen we even wat metingen doen. Dus stel je hebt wat metingen gedaan. Je hebt gemeten de, ja, de spanning is 0, de stroomsterkte is 0. 0 ja, gedeeld door 0, dat mag niet. Dat is flauwekul, dus daar kun je er eigenlijk niks voor invullen. Je hebt eigenlijk geen idee, dus moet je moet gewoon niet, 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 niet niets neerzetten. De volgende, 2 volt en de stroomsterkte 1 ampère. Nou, moet je dat weer delen door elkaar hè, met deze formule. Er is u gedeeld door i. Dan zitten we op 2 gedeeld door 1, dat is 2. Nou, zo kun je dat nog een keer doen. 4 gedeeld door 2, heet dat is ook 2. 6 gedeeld door 3, dat is ook 2. Nou, je zal het patroon al wel zien. Er komt eigenlijk een keer 2 uit. Hé, hey, dit is een Ohmse weerstand. En ik zie dat mijn camera even is weggevallen. Ik zal hem even weer terug proberen te toveren. Mijn batterij is bijna leeg. Dat is jammer. Uh, ik zal hem even op pauze zetten. Oké, okay, ben ik weer. Um, ja, dus het patroon is dat die uh, lekker keer 2 is. Dus dit is een oomse weerstand. En hoe ziet dat er dan uit in een diagram? Nou, dat ziet er zo uit. Dat is een rechte lijn door de oorsprong. De oorsprong is dit, dat is het 0,0 punt. En dan is het een rechte lijn, ook wel lineaire lijn genoemd. Daar kun je hem ook aan herkennen. Mocht het nou zoiets zijn, een kromme, dan weet je, oh, dat is geen oomse weerstand. Want... Dat is een rechte lijn. We gaan we door. Laatste, of richting het laatste stukje. Dit zijn allemaal weerstandjes. Ze zijn allemaal best klein. Ik heb ze hier wat uitvergroot. En je ziet dat ze allemaal gekleurd zijn. Er zitten kleuringen omheen. Die kleuringen, dat is eigenlijk een soort code voor hoeveel weerstand ze bevatten. Hoe goed ze stroom tegenhouden. En die kan je uitlezen. Daar heb je binas voor nodig. In je binas staat deze tabel. We maar even zoeken. Het is in het blauwe gedeelte. De nieuwe bina staat iets op een andere plek. Um, die moet je gebruiken. Dus uh, laten we even de bovenste eerst doen. Weerstandje 1. En er valt hopelijk iets op. Er valt op dat dit stukje ruimte tussen de kleuringen groter is dan het stukje hiero. Het grote stuk ruimte moet altijd aan de rechterkant zitten. Dus zo is hij goed georiënteerd. Hier is het verschil wat minder duidelijk, maar het is nog steeds daar kleiner dan hier. Dus de grootste ruimte zit altijd aan de rechterkant. Dat is stap 1. Dan heb je hem goed liggen. Het is gewoon stappenvol. Het is bijna een escape room. Een, een trucje wat je moet doen. Dan lijkt de bovenste weerstand die lijkt op wat je hier ziet. Die heeft dezelfde vorm. Dus die moeten we gebruiken. De eerste ring daar staat de letter A bij. A betekent het eerste cijfer. Het eerste cijfer haal ik uit deze kolom. Die staat daar weer onder. De kleur is rood. Dat betekent een let, de cijfer, het cijfer 2. Dus het eerste cijfer is een cijfer 2. Dan heb ik de volgende ring. Daar staat, het, daar staat de letter B bij. B is het tweede cijfer. Moet ik ook hier kijken, want die zit de B in. En dat is ook rood, dus dat is opnieuw weer 2. Dat schrijf ik gewoon op. Dat is gewoon 2, 2. 22 staat er nu. Maar we zijn nog niet klaar. De volgende is een D. Geen C, maar een D. En d is het vermenigvuldigen met 10 tot de macht n. Oké, okay, iets anders dus. Moeten we ook niet meer hier kijken? Nee, moeten we hier kijken. En dan is de n een bepaald getal. Oké, okay, we zitten hier met de kleur zwart. is niet echt een kleur, maar oké. Okay. En zwart betekent 0. Dus wat moeten we doen? We moeten die n is 0. Dus hier moet ik een nulletje van maken. Dus dan doen we het keer vermenigvuldigen met 10. Dus keer 10 tot de macht 0. Niet in de stress schieten. Dit kan je gewoon met je rekenmachine oplossen. En toets je gewoon in. Ik kan het even laten zien hoe je dat kunt doen. Ik zal de aantekeningen verwijderen. Anders dan uh, heb ik ze uh, allemaal matig weghalen. Ach, ik heb die link hier niet staan. Nee, kan ik je niet laten zien. Doe ik een andere keer wel. Dus je toets dat gewoon in op je rekenmachine zoals je dat denkt. Te moeten doen, dan gaat het eigenlijk gewoon goed. Keer 10 tot de macht 0. En dan hebben we nog een laatste. De laatste is de t. En de t die staat hier. Dus dat is de tolerantie. Hij mag een beetje afwijken van de waarde die die zou moeten zijn. En hoeveel die af mag wijken, wordt getoond met de tolerantiekleur. In dit geval is het goud. Goud is deze. Zij dus mag er 5% van afwijken. Dus dan moet je opschrijven: plus, min. 5%. Dan kunnen we hem nog gaan uitrekenen om hem echt af te maken. Dus dan moeten we deze som, 22 keer 10 tot de macht 0, moeten we even uitrekenen. 10 tot de macht 0 is 1. Dat kan je rekenmachine jou vertellen, dat hoef je niet uit je hoofd te weten. Dus de weerstand van deze weerstand is 22 ohm. Want 22 keer 1 is 1. Of 22 keer 1 is 22. Plus minus 5 en dat zou je ook nog kunnen uitrekenen. Dus dan kijk je van wat is 5% van 22. Dan moet je 22 keer 0,05 doen. Dus werken met procenten. Nu hebben we niet de tijd voor om dat helemaal uit te leggen. En dan kan die dat of dat beetje hoger zijn. of dat beetje lager. Dat mag allemaal. Dan is die nog binnen zijn marge. En dan is die nog gezond. 2 is net iets anders. Daar heeft hij namelijk niet deze vorm, maar die vorm eronder. Mag je zelf even proberen, kijken of je eruit komt. Zet de video even op pauze anders. Oké, komt nu het antwoord. A, die is schil, dus dat is een 4. De volgende is B, B is het tweede cijfer, die moet ik hier vandaan halen, dat is een 7. Dan hebben we grijs, die zit bij C, C is het derde cijfer, dus we hebben nu nog een derde cijfer deze keer. Dat is gewoon een 0. Dan komen we bij oranje. Oranje is op de plek van de letter D. Dus dat is vermenigvuldigen met 10 tot de macht. Dus keer 10 tot de macht. Nou, wat moeten we doen? Het is oranje. Dus dat is die daro. 10 tot de macht 3. 10 tot de macht 3 in je rekenmachine intoetsen geeft 1000. Je kan het ook in zijn geheel in je rekenmachine intoetsen. Dan kom je ook op het goede antwoord uit. 1000 keer 470 is 470.000. En dan hebben we nog de tolerantie. Plus, min. En dat is bruin. Bruin is 1%. Dus plus minus 1%. 470.000 ohm plus minus 1%. Dat is de weerstand van nummer 2. Zo kun je dat doen. Misschien had je het goed. Dat zou mooi zijn. Dan zijn we nu bij de. Oh, ik dacht dat we nog een stukje schuifweerstand zouden doen. Maar dat heb ik verkeerd. Dus dan heb ik nu wel alles uitgelegd al, wat je zou moeten weten. Dat is best een lange uitlegles. De volgende is iets korter, dus dat helpt. En ik hoop dat je er wat mee kunt. En uh, ja, dat je verder ook nog een fijne dag hebt. Joop.